Rob de Nijs is helemaal niet meer actief in de kunst. Dat betekent echter niet dat mensen hem vergeten, zijn muziek is overal. Volgens het laatste bericht heeft Rob de Nijs een vreemde prestatie geleverd, zijn lied bereikte de top van de uitvaartmuziek. Het nummer, Zo zal het zijn, is jaarlijks een nieuwkomer in de top 10 van meest gespeelde nummers op begrafenissen. Het nummer uit 1998 komt binnen op nummer 6 op de lijst. De uitvaartorganisatie van Monuta maakte dinsdag bekend dat het de eerste keer is dat een nummer van Rob de top 10 bereikt. Monuta moet nog onderzoeken of er een verband bestaat tussen deze aandacht voor Rob en de hoge plaatsing van zijn nummer op de lijst. Maar het is logisch dat mensen meer aan hem denken, zoals de Nijs vaak wordt genoemd, aldus de woordvoerder. Het nummer steeg de afgelopen jaren ook flink in de top 2000 van NPO Radio 2. In de top 3 van dit jaar staan evergreens in subgroepen als Time to Say Goodbye, eerste plaats, Eve Maria, tweede plaats, en Frans Bauers, Een trein naar No Man's Land, derde plaats. Ook nummers als Roller Coaster van Danny Vera, positie 5, My Way van Frank Sinatra, 9, en Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij, 10, stonden jarenlang bovenaan de lijst. Mensen zijn erg gehecht aan deze liedjes, legt een woordvoerder van Monuta uit. Maar tegelijkertijd is er steeds meer diversiteit vertegenwoordigd in de rest van de selectie. Nabestaanden kiezen steeds vaker voor hele persoonlijke cijfers die veel zeggen over de achtergrond, leeftijd of leven van de overledene. Monuta deed dit jaar onderzoek naar welke muziek Nederlanders over 10 of 20 jaar graag zouden willen horen op hun eigen begrafenissen. De namen die vaak op deze lijst voorkomen zijn Queen en Marco Borsato. Twintigers noemden bij de gedachte aan hun dood vaak de muziek van Coldplay, terwijl 70+